Jongens, kijk. Een heel nieuw bospad. Ik ben waarschijnlijk een van de eerste die hier gaat lopen. Het is een heel kronkelpad. En het mooiste van alles is, hier is het dichte bos. Oh, jongens. En ook hier is alles al omgevroed. Dit is echt mooi. Heel gaaf ziet het eruit. Ja, met mooi van die kronkels erin allemaal. Geweldig. Jongens, de eerste keer in mijn leven dat ik... Ik ken dit gebied helemaal. Maar de eerste keer dat ik hier loop op dit nieuwe pad. Heel mooi. Oké. Nou wordt het gebied wel steeds kleiner. En zo kun je wel meer kilometers lopen. Jongens, dit is op zich wel mooi. Extreem zonnige dag is het vandaag. Ah, wacht. Hier is dat normale verharde pad, dat fietspad. En dan heb je een prikkeldraad. Hier een stukje bos. En dan krijg je hier dat nieuwe pad. En hier krijg je dan het normale bos. Wow, jongens. Je ziet, er zitten nog overal van die stokjes of markeringen. Hoe ze het hebben willen maken, blijkbaar. Jongens, kijk dan naar dit megabos hier. Heel erg mooie locatie. Nou, we gaan dit pad gewoon aflopen. Ik heb ook nog een andere camera bij me. Dus ik hoop dat we genoeg kunnen filmen. Alleen ik ga bij deze camera de chip vol krijgen. Ik heb blijkbaar vergeten de oude video's eraf te wissen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje dom. Maar goed, het is niet anders. Ik heb gelukkig die andere camera bij me, die professionele. En daar zit 32 gigabyte kaart in. En die is wel gewist. En als die nog niet gewist is, doe ik dat zo dadelijk wel. Oh jongens. Kijk dan die ronde daar. Oké, dit is blijkbaar nog zo nieuw. Dat er blijkbaar gewoon nog helemaal geen gebruik van gemaakt wordt. Er zijn vandaag wel enorm veel mensen in het bos, waaronder heel veel wielrenners. Even kijken, wat is hier? Ja, zeker. Dit is pas nieuw. Kijk eens naar dat ding wat ze afgezaagd hebben. Ik zal even iets verder lopen. Jongens, daar, kijk. Dat ziet er nog heel erg nieuw uit. Dat is gewoon, deze week is dat eraf gehaald. Jongens, met zeer grote waarschijnlijkheid is dit pad niet ouder dan 7, 8 dagen waarschijnlijk. Ik ken het niet. Ik wist dat aan de andere kant van dit gebied, dat ze daar ook paden aangelegd hadden. En toen ben ik het hele gebied eens gaan verkennen. En toen kom ik hieruit. Jongens, kijk eens. Wow. Jongens, dit gaat omhoog hier. Oké, dit is op zich een vreemde plek hier. Ben ik nou ingezoomd of uitgezoomd, jongen? We gaan hier eens even kijken. Jongens, wat is dit? Heuvelachtige structuur overal. Ja. En kijk eens. Daar. Heb je ook weer heuvels. Er staan wel voetsporen deze kant op.
Dus er zijn toch al andere mensen geweest. Wow. Hoe ver zou dit pad lopen? En als dit pad werkelijk aan dat andere pad aangesloten is, dan is er een enorm, maar dan ook echt een enorm groot gebied bijgekomen. Oh jongens. Oh, ik ben ervan onder de indruk. Zo in één keer, bam, dit is er. Oké, dan. Jongens, ik besef me nu. Ik ben blijkbaar de enige die hier nu voor het eerst aan het filmen is. Oh, ik dacht, er is een boom omgevallen. Maar die ligt dus net voor het pad. Jongens, ik denk dat ik eruit ben. Ik ga in deze camera, waar ik nu mee film, ga ik een andere chip doen. En ga ik dit hele pad in één vlog filmen. Dan moet ik wel enorm veel lopen. Maar ik heb dat gewoon voor jullie over. Want ik weet dat, jongens, dit meen je niet. Hij wijkt verder af naar die kant. Dus ze hebben een gigantisch groot nieuw gebied gemaakt hier. Oh jongens. Jongens, de zandberg. Alweer een nieuwe zandberg in het bos. Jongens, ze zijn echt wat van plan hier. Wat willen ze allemaal gaan doen, jongen? Oké, en hier ook weer van fundamenten van rode tegels. Dus dat betekent dat hier vroeger waarschijnlijk een oude boerderij heeft gestaan. In dit gebied. Oh jongens, het loopt nou helemaal naar rechts toe. Jongens, ik weet zelf gewoon niet waar ik uit ga komen. Sorry dat het beeld een beetje trilt, want het is hier nogal een onregelmatig pad. Jongens, kijk eens even. Wauw. Ik hoop dat de kleur van de video thuis een beetje bijtrekt, want wat ik op het scherm zie, dat is één paarse zooi op dit moment. Ik krijg allemaal waarschuwingen van overbelicht terwijl je in het bos bent. Wow. Ja, de zon schijnt vandaag fel. En ik heb het behoorlijk warm. Ik denk dat de camera dat niet gewend meer is. Wow. Jongens, het is lente. Gaaf, hè? Wow. Kijk. Jongens, steeds dingen die ik niet verwacht. Iedere keer als je denkt het gaat die kant heen, gaat het juist de andere kant heen. Gaaf. En ook daar zie je
van die markeringen. Je ziet het. De snelle Jelle komen voorbij. We gaan het pad verder verkennen. Jongen, dit is mooi voor als je een mountainbike hebt. Dan kun je hier doorheen rakken. Oh jongens, geweldig. Ja, hier kun je echt goed je beenspieren oefenen. Kun je je beenspieren trainen, bedoel ik. Oh jongens. Jongens, kijk dan, kijk dan. Geweldig. Jongen, er komen steeds van die korte momenten in de video die echt geweldig zijn. Die moet ik eigenlijk langer gaan filmen. Alleen ik ben aan het lopen. Oh. Niet normaal, nee. Wat een mooi bos. Kijk dan, een Italiaanse haarspelbocht. Wauw, die loopt heel schuin. Jongens, kijk dan. Daar is het pad. En hier is het pad. Ik heb het warm, ik heb het warm, ik heb het warm. Oh, waar heb ik last van? Stel je voor, dat je nou gewoon... Wat is dit dan? Oké, hier hebben ze blijkbaar een keer met een metaaldetector gezocht. Want het is vierkant. Oh. Jongens, wat een mega bos. Ja, ik ben zwaar onder de indruk. Maar goed, verder lopen. Hé, hey, we komen politielinten tegen. Of wat is het? Nee, het is geen politielint. Het is gewoon afgezet. Wow, ik schrok. Ik denk, nu komen we bij een plaatsdelict uit. Maar dat is helemaal niet zo. Wat is dit dan? Huh? Ah, wacht. Het is afgezet. Er staat een bord. Pas op. Boswerkzaam. Heden. Wow, ik ben eruit. Oké dan. Dan zal hier natuurlijk wel verboden toegang op staan. Nee. Nog even geduld. Jongens, we moeten nog even wachten voordat we erin kunnen, blijkbaar. Dus ik weet niet of het pad al geopend is. Wat staat er? Jongens, het wordt een NTB-route. Voor de wielrennetjes. Wow, kijk eens naar die machine. Oh, gaaf. Jongens, we hebben de nieuwe NTB-route kunnen filmen. Terwijl het eigenlijk officieel nog niet 100% open is. Via de andere kant kun je er al wel gewoon normaal in komen. En dit stuk is nog afgezet. Dus ik heb zelfs een vermoeden dat het... Ja, het is weekend nu. Dat ze het misschien nu, vandaag of morgen, gaan openen. Maar je ziet het aan de sporen van de fietsers. Dat wordt al best wel vaak gebruikt. Maar nu... Oh. Gaaf, jong. Oké dan, dan zit ik te kijken. Dan gaan wij hiermee de video beëindigen. Want ik heb een nieuw plan. Ik ga helemaal naar de andere kant van het bos lopen. En ik ga dat andere pad, dus hetzelfde pad wat ik net gefilmd heb, maar dan helemaal die kant, ga ik ook nog een keer filmen. Dus er komt een gloednieuwe video van een nieuw bospad. Jawel, en dat waren gewoon 14 minuten lang. Ja, en 3 seconden.